Goedendag en leuk dat u kijkt naar weer een nieuwe instructievideo van Autoluix. Vandaag gaan we het hebben over het infotainmentsysteem van Suzuki en dan met name over het gedeelte bellen. Het is namelijk mogelijk om uw mobiele telefoon te connecten met het systeem, zodat u handsfree kunt bellen in de auto. Ik zal u ook demonstreren hoe dit werkt. We gaan al eerst naar het menu bellen. Wanneer u hier aankomt, ziet u apparaten toevoegen. Wanneer we op apparaat toevoegen drukken, geeft het systeem aan begin opnieuw met koppelen vanaf uw apparaat. Wat u dus moet doen is vanaf uw telefoon zoeken naar de Suzuki en de koppeling maken. Ik ga dit gelijk ook doen met een van onze toestellen. We hebben hier het toestel. We gaan naar menu en naar de instellingen. Vervolgens selecteren we de Bluetooth en ziet u automatisch de Suzuki verschijnen. U vinkt deze aan en de telefoon geeft de melding Bluetooth koppelingsverzoek. We doen nu koppelen. En op het scherm hoeven we nu alleen nog maar het vinkje in te drukken. De koppeling wordt nu automatisch gemaakt. Wat het systeem tevens doet, is uw contacten en ook uw gesprekslijsten overladen. Zo kunt u zien wie u in het verleden gebeld heeft en staan ook uw contactenlijsten er compleet in. U ziet nu de gesprekslijst en wanneer we op contacten drukken, staat uw telefoonboek helemaal overgekoppeld in het systeem. We kunnen door middel van de vingeraanraking van het scherm ook naar beneden scrollen en alle contacten benaderen. Tevens is het ook mogelijk om via het toetsenblok een telefoonnummer zelfstandig in te voeren. Zowel de contacten als het toetsenblok kunt u ook eventueel met spraaksturing bedienen. Ik zal dit nu demonstreren voor het toetsenblok en zo dadelijk ook even kort uitleggen hoe dit werkt voor contacten. We drukken hier op de spraaksturing knop. Geef een commando. Bel 020-614-8933. 0206-1489-33. Noem meer cijfers of zeg bellen. Bellen. 0206-1489-33 bellen. En het systeem gaat automatisch bellen. Ditzelfde kunt u ook doen voor uw contacten. Wat u dan doet is bel, gevolgd door de naam van uw contactpersoon. Wanneer u meerdere telefoonnummers aan één contact heeft, kan het zijn dat u ook nog bel mobiel of bel thuis moet zeggen. Of u krijgt wanneer u zegt bel de mogelijkheid om een van de beide nummers te selecteren. Naast de spraaksturing heeft u ook nog een aantal aanvullende instellingen. Deze benadert u door middel van het tandwieltje rechts onderin. U kunt toon binnenkomende sms. Op het moment dat u dan een sms-bericht binnenkrijgt, kunt u deze door het systeem laten afspelen. Gebruik van uw beltoon is mogelijk. En u kunt ook nog de sorteervolgorde aanpassen van uw telefoonboek. In dit geval staat hij op achternaam, maar die kunnen we bijvoorbeeld ook op voornaam selecteren. Wanneer we weer het knopje van de tandwieltjes drukken, gaan we weer automatisch terug naar de telefoon. Wilt u helemaal terug, drukken we op het huisje voor het homescherm. U ziet nu ook dat de telefoon verbonden is en rechtsbovenin ziet u ook nog eens de levensduur van uw batterij. Dit was de uitleg over de mobiele telefoon en het bellen via het infotainment systeem. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen en anders wil ik u bedanken voor het kijken en wens ik u graag tot ziens bij een volgende video.